We gaan naar Patty Bart. Want Patty, ja, helemaal los in haar nieuwe reality soap gaat. Patty's Big Fat Ibiza Wedding heet het. Na 3 eerdere huwelijken gaat ze opnieuw het avontuur aan, maar nu met Antoine. Patty. Wil je met me trouwen? Patty Bart is niet vies van een reality-serie hier of daar. En dus smult het Nederlandse kijkersvolk jarenlang van Pat's ups en downs in series als Patty's Passie en Patty's Fort. Maar zo'n 10 jaar geleden is ze er helemaal klaar mee en band ze de camera's uit haar woonkamer. Maar als onlangs echtgenoot nummer 4 Antoine van der Vijven zich aandient, gaat Pat toch weer overstag. De camera's fietsen haar privéleven weer in om haar droomhuwelijk op Ibiza vast te leggen. Maar jij kan toch wel even mij trouwen op Ibiza tussendoor? Ja, dat heb ik al iets over. Ja, maar dat heb ik toch toen tegen gezegd dat ik het heel leuk zou vinden. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang en heeft Patty het reuze druk met het uitkiezen van de jurk, de bloemen, taart en de bruidsjurkjes voor haar hondjes. Want ja, met 3 mislukte huwelijken achter de rug moet man nummer 4 wel heel wat in zijn mars hebben om Patty weer in het wit te krijgen. We hebben het. Stop! Blij! Uitzicht, succes! Je neemt echt geen blad voor de mond. Je laat alles zien. Waarom heb je toch die beslissing genomen om toch weer met dit programma te komen, Patty? Nou, omdat er interesse was van SBS om dit te doen. B, omdat ik eigenlijk wel wilde laten zien dat mijn leven toch wel enigszins een andere wending heeft genomen. Dat ik heel gelukkig ben met een hele lieve man. Dat ik een rust in mijn leven heb gevonden bij hem. Dat het heel anders is dan 10 jaar geleden. Dat het ontzettend veel werk is om een dubbele trouwerij te organiseren. Ja. Waarbij soms de dingen gewoon volledig langs me heen gaan. En dat ik het ontzettend fijn zou vinden om over 10 jaar gewoon van achter die rollator nog eens een keer te kijken van godsamme, wat was het leuk, hè? Maar ja, dat is toch één. Nou ja, je hebt er een paar gedaan natuurlijk, real life soaps. En het was niet altijd even goed, althans niet even goed uitgepakt uiteindelijk. Dus ik dacht van, je neemt wel weer een risico natuurlijk. Want misschien wordt je man wel boos. Of misschien, jij trekt het misschien wel, maar hij misschien niet. Oh nee, maar Antoine is de absolute rust zelf. Nou, ik ken hem, ja. Ja, we wonen allebei op dezelfde dijk. Ja. Ik kan niks kwaads over die man bedenken. Hij loopt met de honden en hij werkt en hij wacht op mij. En hij houdt van me. Ja, waar vind ik zo gek? Jaap denkt van, waar heb je het over? Ja. Ik had ik maar zoiets, maar... Nee. Ja, maar ik heb er ook lang genoeg op gezocht. Nee. Nou, ik compenseer, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar ik ben ontzettend blij met hem. En ik zou dat wel van de daken willen schreeuwen, inderdaad. En dat doe ik dus ook. Nou, je deelt alles. Op een gegeven moment kom je thuis en je hebt kennelijk een kater. Je ligt in bed, je wordt wakker. Oh mijn god, jij hebt nog meer beeld. Ja, natuurlijk heb ik een mailbeeld. Je wordt wakker en kijk, veel mensen, als ze waren wakker, nemen een kopje koffie. Jij neemt geen kopje koffie. Patty doet wat anders. Gelukkig hoef je als diva niet lang last te hebben van een houten kop. Dr. Marja komt langs. In haar koffertje zitten allerlei flesjes die rechtstreeks in de bloedbaan van de rich and famous geïnjecteerd worden om ze zo weer op de been te helpen. Ik ben nog steeds hartstikke moe en je komt er niet overheen. Nou ja, hartstikke moe. Het is ook eigenlijk niet zo gek dat ik hartstikke moe ben. Nee. Dus ik geef je wat we altijd doen, hè? De vitamines die ik altijd doe. En de detox? Ik zou zeggen, spuit er lekker op. Ja. Dat is jouw lekkere magnesium. Hier. Oh. Dat is die je overal door je hele lichaam voelt. Inclusief je poepert. Inclusief je poepert. Dat je denkt, hoe? Dan krijg je nu je lekkere magnesium. Yeah. Ja. Voel je dit helemaal warm worden? Nu wordt dit echt van binnen. Oh, ja. Ook daar beneden voel ik het. Hi. Oeh, je leeft nog. Ik zie Jack kijken en zeg van, doe mij ook zo'n spuit. Nou ja, ik zeg... Ja, denken. Nee, hè? Ik denk, waar zit ik naar te kijken? Nou ja, ik zal je één ding zeggen. De reden waarom ik Ibiza ontzettend leuk vind. Iedereen denkt dat het alleen maar is omdat daar gefeest en weet ik veel wat allemaal gedaan wordt. Maar je hebt daar ook een aantal alternatieve doktoren die je hier in Nederland niet vindt. En daar is dokter Marja van Engelen er één van. En maar wat is... spuit ze in je lichaam? Ja. Zij spuit vitamine B. Iets wat de metalen uit je lichaam weghaalt. Ze spuit calcium. Magnesium. En calcium? Ja, calcium, maar magnesium. Daarvan word je zo warm.
Ja, nou, van de magnesium word je zo warm. Jij doet omdat, dat ook. Omdat nee, het, het... Morgen pas. Ja. Sorry hoor, maar het zuurstof ja, maar door je bloed heen krijgt. Ja. Wat een van de belangrijkste dingen is om elk pijntje weg te halen. En, maar wat is mis met gewoon, gewoon lekker uitslapen in die zon, lekker een beetje zo met een nou ja, maar dat is gewoon, het is op dit moment zo dat je voeding, alles wat er in de je voeding zit op dit moment niet genoeg is. Voor om die vitamines en dat alles te geven wat je nodig hebt. En dat compenseert zo'n spuit. Ja, jongens, doe het lekker niet. Nee, nee. Ik doe het lekker wel. Ja, nee, maar... Ja, ja zoek het nee, uit. Nee, maar dat klopt. Maar ik vond het zo eng om te zien. Ik dacht van... Ja, nou, het is helemaal niet eng om te zien. Ik heb er gisteren ook nog één gehad. Ik voel me top. Ik doe vaak ja, gewoon... ja, ik ga naar Ibiza en dan bel ik Marja en dan zeg ik, jongens, kom maar en als jullie het lekker niet willen doen, die vrouw is echt een gespecialiseerde arts, ja, weet precies wat ze doet. Ik ga natuurlijk niet bij een of andere beunhaas zitten. Zij is echt gewoon iemand die weet wat ze doet. Maar, jij, ik, maar jij zei, en jij, ik doe het nog niet. Jij, nou, ik doe gewoon regelmatig ook in Spanje gewoon vitamine B12, omdat ik daar blijkbaar gewoon shots gebrek aan heb. Ja, shots. Ja, ja. En ik voel me gewoon sporten, gewoon alles gaat stukken beter. Dankjewel. Senior. Graag gedaan. Toch niet de eerste, de beste. Nee, maar, nee, maar het heeft... Nee. Okay. Ja, maar je heeft, jij doet altijd net alsof je gek bent. Niet. Maar ik bedoel, luister. Ik heb ooit eens iets gedaan met het spoelen van je darmen. Oh, oh, oh. Heel Nederland sprak er schande over. Met een Thaise mevrouw die me daarbij helpt. Waar ik één keer in het jaar naartoe ging. Ja. Om darmen te spoelen en gewoon ja, schoon te worden. Die mevrouw, heel Nederland sprak schande. Die mevrouw heeft een jaar lang alleen maar Nederlanders gehad. Omdat jij dat hebt gedaan op tv? Omdat ik dat heb gedaan. En ik zou je zeggen, je voelt je er zo'n ander mens door. En dat is precies hetzelfde met dokter Marja. Ik hou van alternatieve behandelingen. En ja, jongens, jullie kunnen het gek vinden, maar ik deel het graag met jullie. Want het is het proberen nee, waard. Ik kijk er graag naar. Want ik bedoel... Nee, je kijkt er helemaal niet. Jij zit mij gewoon aan te kijken. Nee, ik heb gezegd, ik kijk er graag naar. Maar ik denk niet dat ik ga spuiten. Want ik ben bang voor die naalden, Patty. Ja, maar ik word gewoon, ik ben 60 jaar en ik voel me er gewoon sterker en beter bij. Schatje. Dus ik bedoel, ja, jongens, zoek het ja uit. Blijf spuiten. Nee, maar B12 krijg je in je kont, dus dat ja gaat niet zo. Ja, maar iets anders. Kijk, normaal gesproken is een huwelijk organiseren, dat denk ik dan, want ik heb die ervaring niet, maar is veel stress. Is dan de camera erbij extra stress? Ja. Ja? Ja, dat vind ik wel. Heb je dan soms dat je denkt van, ah, waar ben ik aan begonnen? Je zegt ook wel eens in de serie. Ja, maar letterlijk bedoel ik. Ja, nou, buiten het feit dat we in Amstelveen een wettelijke huwelijk hebben, omdat het anders in Ibiza geldt een huwelijk gewoon niet. Mm-hmm. Dus daar hebben we alleen maar een ceremonieel ding. En hier een kleine bijeenkomst, maar dat is al lang niet meer klein, want jij komt er ook, heb ik gehoord. En, nee, maar dat is inmiddels ook... Dus ik heb twee grote feesten. Plus dat iemand constant zegt, oh nee, maar doe dat nog eens, want het was wel leuk. Ja, dat kan niet, want dat heb ik al gedaan. Ja, ja. Weet je wel, dus je hebt heel veel mensen die naar je kijken terwijl je aan het organiseren bent en je weet niet hoe het loopt. Ik had van de week op Ibiza, had ik de cake lady van Ibiza. Er komt een karretje aan met de cake lady. Nou, voor Paris Hilton maakt ze taart, dus ze gaat je laten proeven alles. Die vrouw, die was 3,20 meter breed, maar die kwam met een doosje binnen van 20 bij 20. Had ze de hele nacht over gebakken. Zo'n klein taartje. Dat wordt hem, zegt ze. Voor 200 man. En waarschijnlijk niet voor wij. Nou, en één bak suiker. Nou, alles wat ik haat. Food coloring en suiker. Ik zeg, nou mevrouw, ik weet niet, sorry. Ja, ik heb er gewoon in de gezicht uit zitten lachen. Dan maar dokter Marja voor iedereen. Allemaal ja aan het spuit. Wat kunnen we nog verwachten, Betty? Want als het huwelijk is afgesloten, dan is het ook klaar, denk ik. Of ga je daar nog wel door? Bevalt het weer in je leven, de camera? Ik ga, op die manier. Daarna ga ik 4 weken ergens in de zon liggen. En met een heel groot dekbed. En dan zie je mij voorlopig niet. Nou. Maar ze hebben je wel nodig hier. Bonje met de buren en noem maar op. Ja, gaat die goed, hè, die bonje met de buren? Ja, dat gaat heel goed. Allemaal SBS-programma's, want anders zeggen we allemaal RTL-mensen aan tafel, maar SBS ja, nou, en Troost jullie vanavond zijn zo arm niet, dus ik kan best wel één keer zeggen dat zondagavond Bonje met de buren leuk is. En vrijdagavond Patty's Big Fat Ibiza Wedding leuk is. Zo. Ik heb het gezegd. Nou, is er wel, dat is dat een beetje een serieuze noot nog. Er is wel één, na een van de soaps heb je een beetje ruzie gehad met Priscilla, je dochter. Ja.
Komt zij wel? Is dat wel goed gekomen uiteindelijk? Nee, ik wil daar ook verder. Ik heb één keer bij Linda Zomerweek, waar Xenia de manager van Linda is, heeft erbij gezeten. Ik heb één keer daar uitgelegd hoe het zit en ik wil daar niet meer verder op ingaan. Dan doen we dat bij deze niet. Okay. Maar dan wens ik je veel plezier met Antoine. Ja. Bonje met de buren. Ja. En alle patties wat je die gewoon gaat maken. Patty Bart, dames en heren. Dankjewel.